Welkom bij deze editie van Magic Mondays en vandaag ga je een visualisatie voor een goede nachtrust doen. Want het lijkt alsof we allemaal moe zijn tegenwoordig. En een goede nachtrust helpt je lichaam te herstellen en ook om alle indrukken van de dag te verwerken. En natuurlijk om te zorgen dat je weer voorbereid bent op een nieuwe dag. Nou, je kunt deze visualisatie doen voordat je naar bed gaat, maar ook op een ander moment. En als je tijdens deze visualisatie in slaap valt, nou, blijf dan gewoon lekker liggen slapen, zou ik zeggen. Zoek allereerst een fijn plekje om te liggen en sluit je ogen. En voel hoe je oogleden zwaar en ontspannen zijn. Helemaal al vanzelf zich sluiten. En ook je hele gezicht ontspant zich. Je merkt dat als vanzelf meteen je lijf zwaarder voelt, loom en ontspannen. En stel je dan voor dat je 's nachts gaat slapen. En jij gaat naar bed op het moment dat jij dat wil en nodig hebt. En jouw lichaam geeft precies aan wanneer het wil slapen. En jij gunt jezelf die rust. Want jij zet jouw energie en jouw fitheid op de eerste plaats. En voel eens hoe heerlijk het is om in je eigen bed te kruipen. En voel hoe veilig en geborgen jij je voelt onder de warme dekens. Waar je zo helemaal in kunt kruipen en om je heen kunt wikkelen. Merk eens hoe fijn het is om in bed te zijn. En ervaar dat je gedachten als vanzelf verdwijnen zodra jij in het bed gaat liggen. Want je hoeft nu helemaal nog niet na te denken over morgen. Morgen is een nieuwe dag. En je hoeft alles van vandaag niet nog een keer te analyseren. Je lijf doet het allemaal automatisch terwijl je slaapt. Je verwerkt alles. En geef jezelf daaraan over. Hoe fijn is het om je gewoon over te geven aan de wijsheid van je lijf. En stel je voor dat je die knop van je gedachtes gewoon kunt uitdraaien. En doe dat nu. En zet de knop van de slaap gewoon helemaal open. En zo val je binnen een mum van tijd vanzelf in slaap. Oh, en wat is het heerlijk om te slapen. En hoewel je natuurlijk niet bewust meemaakt dat je slaapt, droom je heerlijk. Je slaapt en droomt. En je wordt ook nog eens niet gestoord in je slaap. Dus je slaapt echt als een roos. Je hebt hele fijne dromen. En je geniet echt van die heerlijke rust. Jouw geest en je lijf verkwikt. En je weer helemaal oplaadt voor de nieuwe dag. En voel eens hoe dat is. En voel nog een keer hoe lekker en veilig het is onder die dekens. Merk hoe veilig je je voelt in je eigen bed. Maar weet ook dat je veilig bent als je weer opstaat. En dat veiligheid iets is wat in jezelf zit. En als het weer ochtend is en je wordt wakker op het door jou gekozen tijdstip, ben je heerlijk helemaal uitgerust. Je voelt je echt verkwikt. Je gilt nog een keertje. En je rekt je helemaal uit, nog voordat je opstaat uit je bed. Je beweegt wat. En je lijf voelt zich helemaal ontspannen. En komt makkelijk je bed uit. Je kunt je goed bewegen. En bedankt dan jezelf voor die heerlijke nachtrust. En het feit dat jij ervoor hebt gekozen jouw lijf die slaap te gunnen. En je voelt je energiek. En je hebt weer zin om de nieuwe dag te starten. Dank je wel voor deze fijne dag. En welkom nieuwe dag. Jij bent er klaar voor. Ik wens je nog een hele fijne Magic Monday toe.
Dag.